zijn jullie weer? Nou, als jullie gisteren naar het Leudal Sinterklaasjournaal hebben gekeken, dan heb je vast gezien wat er gebeurd is. Ik heb een krant gevonden. Dit is hem. Ja. Mag ik die alsjeblieft meenemen? Ja, die mag je meenemen, ja. Dank u wel. En hoef ik hem niet terug te brengen of moet ik hem terug hebben? Nee, het hoeft niet. Hij krijgt je gratis mee. Dank u wel. En ik ga nou eens even kijken wat erin staat. En Antoinette, heb je wat gevonden in de krant? Ja, als je eens wist wat hierin staat. Ik weet nu zeker waar Sinterklaas van geschrokken is, hoor. Oh, vertel Antoinette. Nee, ik wil eerst met Sinterklaas praten. Maar Sinterklaas wil niemand zien. Nou, dan ga je maar naar Sinterklaas toe en dan zeg je maar dat ik met hem wil praten. Ik zal het proberen, maar ik weet niet of Sinterklaas dat wil. Doe het maar, Piet. Sinterklaas, ik ben het. Antoinette wil met u praten. Wil Antoinette met mij praten? Wil ja. Ooit dan maar. Antoinette, u wilde mij spreken. Ja, Sinterklaas. Wat fijn dat ik u weer zie. En wat goed dat u toch naar Nederland bent gekomen. Ja. Maar wat is er eigenlijk aan de hand? Hoezo? Er is helemaal niks aan de hand. U heeft zich opgesloten op uw kamer en u wil niemand zien. Dan is er toch iets aan de hand, denk ik. Ik weet van niks. Wat bedoelt u? Nou, Sinterklaas, heeft u niet toevallig iets gelezen in deze krant waar u van geschrokken bent? Ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik niet meer. Zal ik het u dan eens even vertellen, Sinterklaas? Ja. In deze krant staat iets over mondkapjes. Ja, nu weet ik het weer. Ja? En is het misschien niet zo dat u een mondkapje op moet? Kijk, ik weet wel dat ik niet in die volle zalen mag komen waar die kinderen allemaal klaar zitten. Dat snap ik in verband met het virus. Maar ik mag wel met het paard 's nachts over de daken lopen. En ja, dan heb ik geen mondkapje. Ik weet niet meer wat er aan de hand is. Maar u kunt toch wel aan een mondkapje komen? Ik heb geen mondkapje, ik heb geen idee. Sinterklaas, weet u wat we zullen afspreken? Ik ga even kijken hoe u het mondkapje opzet en dan zien we wel of dat goed gaat lukken. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, maar u heeft toch wel een mondkapje, hoop ik? Nee, ik heb geen mondkapje. Nou, Sinterklaas, die Pieten van u hebben allemaal een mondkapje. Misschien kunt u het daar even aan vragen. Maar dat lijkt me een goed idee. Ja. Zeg Piet, weet jij wie die mondkapjes heeft? Ja, Sinterklaas. Hulp Pietje. Nou, weet je wat? Ga bij Hulp Pietje dan zo'n mondkapje halen en dan gaan we dus oefenen. Zal ik doen. Oké. Hulp Pietje, wat heeft dit te betekenen? Ik was me aan het vervelen. Maar Hulp Pietje, die mondkapjes, die zijn voor alle Pieten en voor Sinterklaas. Ook voor Sinterklaas? Ja, ook voor Sinterklaas. Dus geef maar het vlugge mondkapje. Dankjewel. Alsjeblieft. Die ga ik nou snel naar Sinterklaas brengen. Dan ga ik meekijken. Nee, jij moet eerst de mondkapjes opruimen, zodat de Pieten die vanavond weer kunnen gebruiken. Oké. Ik zie het, Sinterklaas, fijn. Als u nou eens eventjes uw mijter afzet. Ja, helpen ze even. Pietjes helpen wel eventjes. Ja, goed zo. Ja. En nou is het de bedoeling dat die elastiekjes achter uw oor. De elastiekjes achter uw oor. Ja, als de Pieten even helpen. Even kijken. Komt goed. Ja, dit, rustig. Ja, dit is helemaal niks. Ik zie niks. En nee, dat blijft ook niet zitten. Nee, dit is helemaal niks. Pieten, weet je wat? Ik vind het helemaal niks. Ik trek me terug op mijn kamer. Ik vind het helemaal niks. Het is toch echt helemaal niks. Dit gaat niet goed. Wat moeten we nu doen? Piet, ik weet het ook niet. We moeten een oplossing bedenken voor dat mondkapje. Weet je wat? Kinderen, als jullie ook eens meedenken, misschien weten jullie wel een oplossing. En dan kijken we dan morgen samen naar.